Wat is dit nou? Wat zei Ruurt nou? Wat is dit beneden? Vertel het. Een mat. Ja? Waar je zonder touw hoeft te klimmen. Oké. Okay. Ga je dat een keertje proberen? Dat weet ik niet. Nee? Ik weet niet of het mag. We gaan het even vragen, hè? Soms moet je even kijken wat er mag en dan kan er heel veel, hè? Ja. Hey Ismael, ga jij even omhoog zometeen? Ja, zeker. Ja, hè? Ga je door het dak of hou je het gewoon een beetje rustig? Ja? Ja, Laddie, wat vind je, zijn er bepaalde dingen die je moeilijk vond om te doen? Nou, als je zeg maar jouw linkerhand moet daar en jouw rechterhand moet daar en je voet moet hier. Ja? Dat wordt heel moeilijk, want dan heb je minder grip op je rechterhand. En had je zoiets van, oei, ik vind het toch wel een beetje spannend, een beetje eng de vorige keer? De eerste keer toen ik begon te klimmen. En hoe ben je er overheen gekomen? Want nu vind je het niet meer eng. Nee, want de tweede keer gingen we nog een keer klimmen en toen ging Ruud me weer helpen met de knop en zo. Dus ik was helemaal voorbereid. Ja. Dus ik kon niet meer bang zijn en toen ging ik gewoon ook klimmen. Nice. En hier zit een klein beetje een lesje in, hè? Als je bedenkt de eerste keer en de tweede keer, wat heb je dan geleerd over dingen die moeilijk zijn? Doorzetten. Doorzetten. En vragen om tips van. Kijk. Ja. Weet je, je hoeft helemaal niet. Het is best wel stoer om juist te vragen om tips, hè? Ja. Want de kennis groeien, hè? Ja. Je kan wel stoer lopen doen en zeggen van ah joh, whatever. Maar als je dingen vraagt gewoon, dan kom je een heel eind. Ja. 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 Nice. Goed, man. Ja, echt wel. Ja. Trotse coach hier. Ja, absoluut.